daar komt de eerste auto met de hoofdrolspelers van Nova Zembla. Dat is volgens mij Jochem. Dat is de ontzettend sympathieke Jan Scheeps. Jan, hij moet even wachten voor de foto's. Maar hij zal dadelijk hier komen. Nova Zembla, een groot project van Reinhard Oerlemans. Hij heeft het ook hier aangekleed, zoals het hoort in Amerika. Met een loper van wel 15 meter breed. Alle pers, alle fotografen en toet bekend Nederland is er om dit mee te maken. De eerste Nederlandse 3D-film. En wat voor een film. Een heldenepos over de mannen die 17 maanden lang overwinterden op Nova Zembla. In de kou en in de sneeuw. En het mooie is, Reinhard Oerlemans zei, bibberen gaan we niet acteren. We gaan zorgen dat het echt heel erg koud is. Dus deze mensen hebben het echt heel erg koud gehad. Dit zijn allemaal bemanningsleden aan boord van dat heldhaftige schip. Ze hebben echt geleden. Hun wenkbrauwen zijn bevroren geweest. Ze hebben het echt verschrikkelijk koud gehad. Het zijn acteurs die door deze film zeer bekend zullen worden in Nederland. Goedenavond. Hoi. Wilma, het is een koude avond, Herman. Het is een koude avond, maar ja. Zo koud als het op Nova Zembla was. Althans, in IJsland was het niet. Want hoe hebben jullie dat doorstaan? Nee, dat was meteen eigenlijk de eerste avond raak inderdaad. De eerste draaidag dat we gingen draaien 's avonds was het meteen inderdaad hels weer. En dat was meteen eigenlijk voor de leeuwen geworpen. Maar dat het was tegelijkertijd ook fantastisch. En wat we wisten dat we ontberingen tegemoet zouden gaan. En zo wen je er meteen aan. Dan maar in het diepe. Ik heb gehoord dat Dirk de Lint zich afvroeg van, gaan we dit wel volhouden al die tijd? Want het was wel heel erg met hagel. Meteen die avond inderdaad. Ja, dat absoluut. En vervolgens grappig genoeg. We gingen natuurlijk ook eigenlijk van het zwaarste naar wat lichter. En toen zakten we langzamerhand die gletsjer af. En toen werd het gewoon ook wat beter weer. Het werd natuurlijk ook daar zomer. Maar het begin was behoorlijk heftig. Dat zullen we straks in de film ook wel meemaken. Inderdaad, die momenten zullen we het hopelijk allemaal plaatsvervangend koud krijgen. Ja. Ik heb hem vrijdag gezien, ik had het vreselijk koud. Maar toen waren jullie in Nederland terug, wat deden jullie toen? Niet afkicken, maar de vriescel in Velzen, ja, hoorde ik. Ja. Ja. Een nagebouwd schip was daar. Ja, klopt. En hoe koud was het daar? Ja, daar was het ongeveer vergelijkbaar. Eigenlijk was het daar nog wel kouder, want in IJsland hadden we er wel mooi weer bij. Dus er was wel ijs en het wisselde zich heel sterk af. Maar inderdaad, in Velzen was het gewoon een vriescel koud. Dus daar liepen we echt allemaal te blauwbekken. Maar goed. Het was zo ontzettend fijne periode om mee te maken en dat houdt je ook dat houdt je warm. En de vriendschap onderling, we hebben een hele leuke club acteurs gehad, dus we hebben erg genoten met elkaar. Ja, ja. Heb je hem gemist? Heel erg. Was het skypen of hoe hield jullie contact? Ja, skypen inderdaad met onze dochter en papa is opgegeten door een ijsbeer en... Nee, we hebben meegeleefd via Skype inderdaad. Ik vond het heel spannend ook. Ik vond het leuk. Hoe heb je Herman moed in kunnen spreken af en toe? Was niet nodig. Heel goed. Nou, ik heb genoten. Gaan jullie ook maar genieten. En nogmaals, chapeau hoor. Dankjewel. Fantastisch product. Dankjewel. Goed zo. Okay. Ja, je hebt hem al gezien. Ja, ik wel. Ja. Ja. Je weet meer dan ik. Nou. Dag lieve Mike. Dag lieve Wilma. Hallo. Je mag, hè? Leuk zus. Mijn zus. Ik zie het. Ja. Vier kinderen thuis gelaten. Wat is de ergste ontbering die jij ooit hebt ondergaan, Mike? Want deze film gaat over ontberingen. Nou, ik heb ooit wel eens gewintersport en toen was het echt zo koud. En toen uiteindelijk dacht ik van, ik had op de televisie gezien, je kan in eihouding naar beneden. Dus ik ging in eihouding naar beneden, ik kon niet meer stoppen. Dus ik schoot zo hard door een kinderklas heen en landde uiteindelijk op de treinrails. Waar was dat? Oostenrijk, Zwitserland? Zwitserland, Sedroen. Ja, jaren geleden. Het was afschuwelijk. Op mijn kind door het sneeuw.
Ben jij een beetje een ontdekkingsreiziger? Als jij nou had geleefd in de 17e eeuw, ze hadden tegen jou gezegd, nou Mike, we gaan eens zoeken naar een andere weg naar Indië. Ja of nee? Wat denk je? Nee, niet echt. Niet echt. Ik ben wel creatief, wel handig ook. Ik zou wat dat betreft misschien wel het wiel hebben uitgevonden. He, een beetje lekker timmeren en zo. Maar ik weet nou niet of ik... Nee, dat gaat me toch echt niet worden, Wilma. Helaas. Ga dan maar genieten. Het is een prachtige film. Dank je wel. Lief van je. Dank je wel. Daar hebben we Marco Bakker. Marco. Oh. Hoi, we zijn live. Ja, ik wil jou even vragen, wat is nou de ergste ontbering die jij ooit hebt meegemaakt in je leven? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat was in een ijskoud IJsselmeer. Toen ik probeerde mijn dinghy van mijn, dat is een bijboot, van mijn zeilboot. Toen zei ik tegen Willeke, ga jij maar achter het stuur. Hij staat op de automaat, dus je hoeft niet te sturen. Hij staat op de automaat, maar je... Je moet gewoon rechtdoor varen en ik ga eventjes dat bootje, want dat was omgeslagen. Maar goed, ik viel uit het bootje en Willeke wist niet wat ze moet doen. Ik zeg, zeilen naar beneden en zeeuwen. Nou, ik heb ongeveer een uur in het water gelegen, toen heeft ze me eruit gehaald. Toen heeft ze gezegd, sturen, en dan lukt het wel. En dat moest allemaal op afstand met een operastem eventjes. Maar het is... Het is goed, ik ben er nog, je ziet het. Ja. Ben jij een beetje een ontdekkingsreiziger? Als ze nou tegen jou had gezegd van ga met ons mee, we zoeken een nieuwe route naar India, had je het gedaan? Als ik tijd gehad zou hebben, dan had ik dat zeker gedaan. Ja, ik ben een enorme explorer. Ik heb de hele wereld gezien en ik wandel overal. Dus dat is overal eigenlijk, in Schotland, Ierland, Wales... Zuid-Engeland, Dolomieten. Ik ben wel een natuurforcer ook. Hou ik erg van de natuur. En of ik die extreme kou nou zo ambieer, dat weet ik niet. Ik vind een uur in het koude water liggen toch al heel wat. Want was je dan eigenlijk onderkoeld? Nou, het was wel voorjaar, dus het was geen winter. En ik had een reddingsvest om. Dus zo stom was ik niet dat ik dat niet gedaan had. Dus ik kon lekker blijven drijven. Maar het was wel een beetje link. Het was inderdaad een beetje link. Ja. Ga dan maar lekker kijken hoe deze mannen van Willem Bangen zich er doorheen klunen. Want het was zwaar. Vol spanning, heb ik gezien net. Oké. Okay. Fijne avond. Ja, dankjewel. Mijn favoriet! Dit is Jochem, dames en heren. Jochem is Jan in de film, als ik me niet vergis, toch? Ja, Jan Frans van Haarlem. En jij leert je naam schrijven, zag ik. Ja, ik leer mijn naam schrijven. Ja, ik ben weesjongen geweest, dus ik heb nooit leren schrijven. En dan op een gegeven moment ga ik meevaren met Willem Barends en is mijn derde reis dan. En nou, eindelijk een schrijver mee die me kan leren schrijven, ja. Hoe was het daar? Want volgens mij hebben jullie echt afgezien. Ja, nou ik zeg altijd, de eerste nacht was echt het ergst. De eerste nacht was namelijk een soort van, we hadden een soort van grote truck waar we in konden zitten als we geen zin hadden in kou. En daar was nog geen verwarming in, die kwam later wel, omdat we de eerste nacht zo zwaar hadden gehad, maar toen nog niet. Dus het was echt in die truck nog kouder eigenlijk dan buiten. En de warme jassen die we kregen hielpen niet, want het was gewoon nat geregend en zo, dus het had helemaal geen zin. Dus de eerste nacht was echt heel erg, maar toen verbeterde het wel. Toen waren de mensen van kleding die je dan, ja, dat was heel maf. De mensen van kleding die namen ook de kou op zich, de rol van warmte. Dus op een gegeven moment zat ik met mijn voeten omhoog, onder iemands oksels, zat ik om mijn voeten alleen maar warm te krijgen. Dus dat soort dingen horen er ook bij, ja. Ja. Want je bent nog volgens mij niet zo erg lang bezig als acteur, of wel? Dit is mijn eerste filmrol, dus ik ben echt, dit is zo immens. Ik hoor dat zelfs voor de mensen van BFD, dat ze nog nooit een grotere rode loper hebben gezien. Dus ik zit hier en ik denk van ja, oké, dit is mijn eerste. Dus kan alleen nog maar tegenvallen in de toekomst. Gaan we gauw naar binnen. Hartstikke bedankt Jochem en ik ben een fan. Dankjewel. Okay. Hallo. Hoi. Ja, en dit is mijn zus Jannie. Dag Jannie. Juda, wat een ongelooflijk meesterwerk. En wat heb ik een enorm respect voor jullie, want wat was het daar koud. Ja, maar het is zo leuk dat jullie het dan wel gezien hebben en wij niet, waardoor je denkt, oké, te gek, ja, is het zo? Maar dus alle credits naar Reinoud, die hele grote ballen heeft, dat hij dit heeft aangedurfd, want het is nogal wat om dit te durven.
Juda, hoe was hij als regisseur? Want ik heb gezien dat hij ontzettend stond te schreeuwen de hele tijd. Dat hij vechten voordeed, dat hij helemaal in de action was. Heel begeisterd dus. En ook bewust van dat er wel wat druk op zijn schouders lag. En ik geloof ook dat het vooral in IJsland af en toe zo moest. Met een grote crew en ook een IJslandse crew, veel mensen. Lange afstanden die afgelegd moesten worden. Dus, en in Brugge en in Nederland was het wel anders hoor. In Brugge zat je in Velsen zat je in een koelcel. Ook weer de kou. Wat was kouder? Want ik hoorde net... Ja, nee, ja, die koelcel was af en toe kouder dan IJsland hoor. En IJsland is voornamelijk de allereerste draaidag. Yeah, yeah, yeah! De allereerste draaidag was heel extreem koud. En toen was het ook productioneel nog niet helemaal goed geregeld. Dus toen zaten we wel in een koude bus zonder licht en op een natte stoel. En dat was de allerergste draaidag. Maar daarna is het allemaal erg goed gekomen. Wat gaat deze film voor jouw carrière betekenen? Ik heb geen idee. Of geen idee. Ik bedoel, ik hoop dat ik... Denk heel veel namelijk. Nou, ik ga gestaag door met waar ik mee bezig ben. Ik doe de laatste 4-5 jaar veel aan film en televisie. Alleen niet de hele commerciële dingen. Dus dit is voor mij mijn eerste grote commerciële film. Dus in die zin misschien dat hopelijk iets meer genereert. Maar ik weet het niet. Ga maar een beetje genieten. Maar let ook op haar hoor. Dus mijn zus die als eerste jaar bij Toneelgroep Amsterdam speelt. Dus we komen er allebei hopelijk. Ga je steeds meer van ons zien. Goed zo. Heel veel plezier vanavond en dank je wel. Arjan Duinen. Ja, daar is hij dan. Hoi. 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 Hallo. Dilma. Wat een toestand deze film. Ja, nogal ja. En dat begon al op de eerste draaidag. Dus... Ja. Wat was jouw meest zeg maar, duizelingwekkende ervaring tijdens het maken van deze film? Nou, wat me het meest is bijgebleven is de eerste nacht van het filmen. Maar dat zul je waarschijnlijk van meer mensen horen. Dat was echt zo verschrikkelijk koud. De term klappertanden komt daar zo'n beetje vandaan, denk ik. Het is echt verschrikkelijk. Maar het is natuurlijk, we hebben zulke spectaculaire dingen meegemaakt. We hebben helikoptershots gemaakt. Dat was voor ons allemaal indrukwekkend. En op een gegeven moment zaten we op die gletsjer. En het weer op zo'n gletsjer is zo onvoorspelbaar. Nou, de mooiste shots volgens mij, ja, ik heb het zelf nog niet allemaal kunnen zien. Maar wat ik heb gehoord in ieder geval. Dat we op een gegeven moment met die sloepen over die gletsjer, die slepen over die gletsjer heen. En dat dan op dat moment de mist op komt zetten. Ja, waarschijnlijk ziet het eruit als een studio, maar we kregen het cadeau eigenlijk. Het ziet heel erg uit. Ik heb hem vrijdag mogen zien. Het is waanzinnig echt. Nee. Wat verwacht je dat deze film gaat doen voor je carrière? Oh, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Ik moet zeggen dat ik daar ook niet zo heel erg mee bezig ben. Zeker als je in zo'n project als dit zit. We waren natuurlijk met een groep voornamelijk mannen. Ben je daar zo intensief mee bezig. Je bent ook op elkaar aangewezen. Je zit met elkaar op dat eiland. Hè, daar begon het al mee. Dus je bent zo alleen maar daarmee bezig. En helemaal niet met wat zal dat voor je carrière doen en zo. En wat het doet, dat zien we hierna wel. Eigenlijk kan me niet eens veel schelen, als dit maar mooi wordt eigenlijk. Ik zie een hele grote loper, een beetje een Oscar-achtig sfeertje. Dat belooft toch wel wat? Voor tot nu toe ja, denk ik, nou, dit gaat helemaal goed. Alleen, ja, wat ik zeg, ik heb de film nog niet gezien, dus die moeten we zelf nog zien. En daar ben ik vooral heel benieuwd naar natuurlijk. Dat is, Gaan we gauw kijken dan. Dank jullie wel en chapeau, hè. Fantastisch is die. Hallo, ja, goed. Arie Boonsma, wat is jouw ergste ontbering ooit? Oef, zo hé. Nou, ik heb in de Midwest gewoond in Amerika en daar werd het echt min 32. Zo koud dat ze echt op de radio aankondigden, als je niet naar buiten hoeft, moet je het ook echt niet doen. En dan naar school lopen, hè. Dat was de ergste, denk ik. Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? Nee, dat was later hoor. Ik ben gewoon in Nederland geboren. Ik heb daar 6 jaar gewoond. In Nederland was denk ik de ergste ontbering door het ijs zakken in een Friese winter. Ook best koud hoor. Ja. Ben je er wel weer uitgekomen uit dat wak? Ja, niet heel huids, maar wel. Ik denk dat het daar begonnen is met de krankzinnigheid. Je hebt een baard laten staan. Is dat speciaal voor deze film? Ja, speciaal voor deze film. Dan heb ik ook mijn Nova Zembla muts. Kijk, als ik dan ook nog zo doe. Dan ben ik echt een soort... Piraat, zo. Jij komt mee zo. Gaan we gauw naar binnen. Dankjewel. Hoi. Hallo. Oh, wat zijn jullie mooi alle twee. Ja. Jongens, de ergste ontbering die je ooit hebt meegemaakt. In de wintersport. Ja, sneeuwstorm in de wintersport.
Als skiënt. Dat mijn handen eraf vielen. Zo'n pijn was dat. Bang geweest? Ik kon de... Of je bang bent geweest? Ja, tuurlijk. Ik kon de skischoenen niet meer uitdoen. En, toen had je het al meteen gehad en wilde nooit meer skiën. Ik ben nooit meer er naartoe gegaan. Maar dit avontuur, deze film, wat ik zo uniek vond, dat ze daar hout vonden om een hut te bouwen. En als me dat was gebeurd, had ik er wel een leuke hut van gemaakt. Ja, ik denk dat jij heel artistiek was het geworden. Een hele creatieve hut. Maar in ieder geval, het lijkt me een hele spannende film. Ik bedoel... Ben jij een beetje ontdekkingsreiziger dat je denkt... Ja, wij samen. Wij reizen... Sorry, ik verstond het niet hoor. Of wij ontdekkingsreiziger. Ja, absoluut, absoluut. We reizen de hele wereld rond. Ja. Tot Rusland, alles. We zijn inmiddels ook bijna overal geweest. Alleen echt Zuid-Amerika, dat staat nog op het verlanglijstje. Dus dat gaan we nog heel snel een keer doen. Maar Monique kiest toch wel meestal de warme landen, hoor. Die schoolplaat met Willem Barendstrop. Herinneren jullie je die nog uit de klas? Ja. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dat was, dat was al het avontuur waar ik van droomde. Alleen... De kou trekt mij niet aan. Ik heb het idee dat ik de geschiedenis van het verhaal was natuurlijk zo interessant om zo naar het Verre Oosten te komen. En het is ook jammer dat dat mislukt is, want het zou misschien nu kunnen, als alles gaat dooien straks, kunnen we rustig die tour gaan maken. En ik ben ook zo benieuwd hoe die dat verfilmd heeft, want dat lijkt me bijna onmogelijk. Dus ik denk dat iedereen... Nee, maar ik denk dat iedereen daarop staat te wachten. Hoe heeft meneer Oerlemans dat gedaan? Het is waanzinnig. Ga maar kijken wat meneer Oerlemans heeft gemaakt. Het is ongelooflijk. Dank je. Kijk! Weer zo'n held. Hoi. Wat is de meest krankzinnige ervaring die je daar hebt meegemaakt? De meest krankzinnige ervaring? Verschillende. Moet ik even nadenken. Nou, het was wel heel erg eng toen we met z'n allen in een bootje zaten. En we uiteindelijk werden meegesleept richting IJsgods en je zes onhandige acteurs roeiend in een bootje had zitten. Dat was wel even spannend. En, Want in de film, welk moment gebeurt dat ook weer? Als ze net aankomen, zeg maar bij Nova Zembla. Is dat met dat gevecht met die ijsbeer in het water? Ja, in hetzelfde meer was dat, in hetzelfde ding. Ja. Dat was heel leuk. Maar heel spannend. Hij zegt leuk. Voel jij het? Ja, oh, het wordt echt een hek. Heb jij niet verschrikkelijk gemist? Ontzettend. Skypen? Sorry? Heb je geskypt? Nee, gewoon gebeld. Hoe is Reinoud als regisseur? Gepassioneerd en echt. Een hele echte regisseur. Qua zijn passie, qua zijn inzet en het risico wat hij neemt. Ja, te gek. Hij wilde dat kou niet geacteerd werd, maar dat jullie het echt koud hadden. Dat is gelukt volgens mij. Ja, dat is heel goed gelukt, want dat hebben we ook wel echt gehad, ja. Waar was het nou kouder? Op IJsland of in die vriescel in Velsen? IJsland. Ja, de eerste draainacht in IJsland op de gletsjer, dat was vreselijk zwaar. Maar ja, nou ja, ik had voor geen goud willen missen in ieder geval. Had je nog een keer ja gezegd met de wetenschap van nu? Ja. Ga dan maar genieten. Dankjewel. Dankjewel. Hartstikke goed. Dankjewel. Dankjewel. Het is hier nog steeds een enorme commotie. Je hoort steeds een hoop gegil. Er wordt nu ook gezoomd. Jawel, dat is de hoofdrolspeler Robert de Hoog met zijn prachtige Laura. Laura is zijn echte vriendin. Ze studeert kunstgeschiedenis. En hier is Bas Keizer. Jawel, met een bril. Die hadden ze toen nog niet, volgens mij. Nee. Maar ze hadden ook nog een smoking. Nee. Dus. Bas, wie heb je bij je? Wat zeg je? Wie heb je bij je? Ik heb Jenneke bij me, mijn vriendinnetje. Hallo. En moeder van onze zoon. En hebben jullie veel geskypt toen jij op IJsland zat of in Canada? Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb brieven geschreven naar Jenneke. Met de hand. Ja, en die heb ik ook op de post gedaan. Ik zag Gerrit de Veer zo trots op je zijn. Ja. Echt? Ja, en het was waanzin. Heel fijn om te doen. Ja. Dus dat waren denk ik 30 kantjes of zo. Hè? We zijn een maand in. Dus ongeveer een kantje per dag. Ja. En wat schreef je dan op?
Nou, hoe mooi IJsland is, hoeveel ik van haar hou, hoe ik haar mis, wat je als acteur doormaakt, hoe de scènes zijn, hoe het onderling is. Dat zijn allemaal toekomstplannen. Toekomstplannen? Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Dat is, je schrijft ook... Heb je daar stiekem ten huwelijk gevraagd? Of zo? Nee. Precies. Precies. Dus, en nu is onze zoon geboren. Dus, Hebben jullie hem echt nog niet gezien? Nee, echt niet. Ik heb alleen wat nagesynchroniseerd. En dus die scènes die heb ik gezien, niet in 3D. Ik ben ontzettend benieuwd. Ja. Waar was het nou het koudste? In IJsland of in de koelcel? Koude voeten heb ik in IJsland gehad. En de koelcel was kouder dan IJsland zelf. Ja. Ja. Ga maar genieten. Oké, dankjewel. Kijk, dat is mijn grote held. Daar is hij dan. Dit is Klaas. Ja. Maar je heet geen Klaas. Jij heet volgens mij Sammy. Of Tammy. Ik ben Sammy Schild. Sammy Schild, ja. De kickbokser. Ja. Was het jouw eerste filmervaring, Sammy? Nou, wel zo groot in ieder geval, ja. Eerder heb ik in Transporter 3 een klein rolletje gehad. Maar dit is natuurlijk niet te vergelijken met een film van een dag. Dit was echt 3 maanden ben ik ermee bezig geweest. Dus ja. Jij leek in de making-of alsof het jou, of de kou jou niet kon deren. Ben je zo'n harde dat je dacht, nou oké, ik moet die maar even ervaren? In principe wou ik eigenlijk zonder thermo ondergoed acteren. Omdat, kijk, als acteur die kan alles nadoen, zeg maar. En ik dacht van, ik moet het eigenlijk echt koud hebben. Anders kan ik niet koud spelen. Dus dat was wel een dingetje, maar ik heb geprobeerd koud te zijn. Op een gegeven moment in de film word jij gekielhaald. Dat hebben jullie gefilmd, denk ik, in een zwembad of zoiets. Was dat niet verschrikkelijk benauwend? Want je zou toch een tijdje onder water hebben moeten zitten? In het begin was dat heel erg benauwend. Maar we hadden goede begeleiding van het stuntteam. Dus ja, kijk, het is net als een wedstrijd. Dingen worden afgebakend. En ja, dan op een gegeven moment is het alleen eng. Maar de risico's zijn heel klein. Maar het was wel even een dingetje. Zou je nog een keer ja zeggen met de ervaring van nu? Voor 3 maanden, dat vind ik wel heel lang, maar ik denk wat er nu allemaal komt, ik denk dat het allemaal waard is. Ja. Heel veel plezier, dankjewel. Dankjewel. We kijken even rond. Hallo! En wat was de grootste ontbering? Sorry? Wat is de grootste ontbering? Jeetje, de grootste ontbering. Ik heb dit is Caroline trouwens. Hi. Hallo. Wilma wil weten wat de grootste ontbering is. Wat zou dat nou, als je daar nou van omschrijving van ziet, wat is nou het ergste wat je kunt meenemen? Op een dag als vandaag of in het algemeen? In het algemeen. Is het kou? Is nou, extreme hitte? Voor mij is het denk ik wel kou. Ik vind dat echt afschuwelijk. Het is vaak altijd, als je aan het filmen bent, is het vaak koud. Vraag me niet waarom, maar het is gewoon vaak zo. En toen ik van Robert te horen kreeg wat hij allemaal moest doorstaan voor Nova Zembla, dacht ik, wij mogen in Nederland nooit meer zeuren dat we het koud hebben. Want dat is ongelooflijk wat hij heeft moeten doen. Wat was het moeilijkste om te doen? Wat is het moeilijkste om te doen? Ja, nou, ik denk voor in een film als deze, dat wat ik dan van Robert begreep, dat het heel moeilijk is om in die barre omstandigheden steeds op energie te blijven. Omdat door die kou ben je gewoon heel snel door je energie heen. En als je dan ook nog eens in ijskoud water moet springen en dat soort dingen, dan... ik heb begrepen dat dat wel echt het lastigste was. Hij heeft het echt het zwaarste gehad van iedereen, want hij moest in elke scène zijn. Dus het is echt ongelooflijk wat hij heeft neergezet. Hebben jullie al iets van de film gezien? Of? Nou ja, ik heb de trailer meerdere malen bekeken online. En natuurlijk alle verhalen die we dan van Robert te horen hebben gekregen. Daardoor kan je wel een beetje een plaatje maken en een beeld bij hoe het straks moet gaan zijn. Maar ik ben echt onwijs benieuwd naar de film. Gaan we genieten. Gaan we doen. Dankjewel. Hallo. Wat is nou de grootste
waarop ben je nou het meeste trots, Sundri? Want haar heb ik aan het gezien. Ik heb nog niks gezien, maar ik ben al super trots. Maar op het oneindige kunnen van Duitsland, wat ze allemaal in huis heeft. En het is allemaal zo natuurlijk. Het is echt een natuurtalent. Bijna in alles wat ze doet, dus ik ben hartstikke trots. Ja. Duitse, heb je echt de film niet mogen zien? Ook gisteren niet een beetje? Ik heb het al gezien. Ja, alleen Sunny was er nog niet. Ik heb het zaterdag gezien en het is fantastisch. Ik kan het niet omschrijven. Het is zo mooi en het emotioneerde mij echt. Het is echt een film die je raakt. Jullie hebben zitten oefenen met zoenen op de bank. Dat vond ik echt heel erg leuk. Ja, je moet toch iets, ja. Ja, ik was de referentie op een gegeven moment. Ik was Robert. Ze moest even inbeelden dat ik Robert was. We lijken heel veel op elkaar, zoals je ziet. Ja. Dus tuurlijk, we hebben er een beetje geoefend. Hoe doe je dat? En hoe breng je dat over? Het moet wel zo echt mogelijk lijken. En dat heeft ze fantastisch gedaan. Dat stuk heb ik mogen zien. En dat was fantastisch. Ik was hartstikke trots. Dus, ja. Lijkt dit een beetje op Hollywood, zoals Reinhard het hier heeft gedaan met zo'n brede loop? Ongelooflijk. Hoe dit eruit ziet, is zo... Ja, wij zijn samen in Cannes geweest en dat is natuurlijk... Ja, dat is gewoon het mooiste van het mooiste en het komt echt in de buurt. Het is heel internationaal aangepakt en ja, heel erg Hollywood. Dus echt een petje af voor Reinhard en zijn hele team. Ik zeg gewoon, Nederland gaat het overnemen. Ja. Je ziet het maar weer. Nee, zo is het. Ik bedoel, we doen allemaal van ja, we pakken het helemaal on-Nederlands aan. Maar kijk maar wat we in huis hebben, wat we kunnen. Dus hartstikke trots op. Ja. Is het zo dat je... Na deze ervaring zeg van nou, filmen ga ik nog meer doen. Want het is eigenlijk toch wel heel goed bevallen ook hoe het eruit kwam te zien. Ja, zeker. Ik vond de filmen heel erg leuk. En ik hoop dat ik wel nog meer dingen kan doen. Maar ik heb het nu heel erg druk met mijn modellencarrière. En ja, ik zie wat er gebeurt. Hoe kijk je tegen de mannen aan uit de film? De medeacteurs die in... Hoe kijk je daar tegenaan? Die hebben ontzettende ontberingen meegemaakt. En zoveel kou en wind en... Die hebben echt een extra applausje verdiend straks. En dat is echt, gelukkig heb ik dat niet mee hoeven maken, maar dat was echt ontzettend koud. En ja, dat is ongelooflijk. Ja. Maar die hebben echt een stukje meegemaakt wat Willem Barends en de bemanning echt hebben meegemaakt. Dus Woord te hoog zei, maar ik was dan de man die gelukkig dan naar de armen van Duitsen mocht. Terwijl hij hier gelukkig zelf is met zijn eigen vriendin. Maar hij was heel blij om met jouw scènes te spelen, omdat hij zegt, jij bent echt een natuurtalent. Je hebt het heel goed gedaan. Nou, dankjewel. Dankjewel, Robert. Ja. Maar het is heel leuk en fijn om te horen uit van zo'n ervaren acteur. En ik denk dat het voor de hele crew wel fijn was om... Ja, je bent omringd door mannen de hele tijd. En dan is het wel fris om dan in één keer een vrouw te zien. Dus ik denk dat het ook wel was. Ga maar lekker genieten dan. Ja, dank jullie wel. Diana, waar is... Hi. Ik moet zeggen, meneer Balken, dat neem ik niet kwalijk. Ik ben helemaal in de acteursstemming. Ja, dus ik zeg tegen iedereen. Hoe is het om naar zo'n echt historisch Nederlands drama te gaan? Echt geweldig. Het is zo'n bekend iets uit de Nederlandse geschiedenis, uit de vaderlandse geschiedenis. En dan komt zo'n film, 3D, in deze tijd. Ik vind het eigenlijk een geweldig initiatief van Rent Oelemans om dit te doen. Het is het verhaal van Willem Barends en Jacob van Heemskerk. Herinnert u zich nog die schoolplaats van vroeger? Ik wel. Joken. Ja. Nee, dus het zijn van die beelden van vroeger die steeds bijblijven. Iedereen heeft dat meegekregen, wat er is gebeurd. Die overwintering, het verhaal, mensen die naar de hand overlijden. Barre tijden. Ja, en dat wordt dan vandaag zichtbaar gemaakt in deze film. Dat is natuurlijk kolossaal. Hebben wij die oude moed, die oude overlevingsdrang nog in ons als Nederlanders? Ik geloof wel dat Nederlanders het vaak heel erg goed doen. Dat zie je met Nederlandse bedrijven die in het buitenland fantastisch scoren. Geweldig goed werk doen. Daar zit wel die spirit van willen overwinteren. Maar er kan best een tandje bij. Want de concurrentie in de wereld neemt enorm toe. We moeten alles wat bestaat niet zomaar nemen wat het is. Er zal veel gedaan moeten worden. En wat dat betreft, die spirit die we vroeger wel eens hadden, komt er best ietsje van bij. Dank u wel. Ga maar fijn genieten van de film. Dank u wel. Hey! Ja, beter. Wederom alleen. Ik heb ook met een man. Waar heb je hem gelaten? Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Daar komt hij. Hij moest even snel naar binnen. Moest even iets doen. Hij heeft nog steeds een baard, hè? Je hebt wel geluid. Ja. Dat had ik je toch verteld. Maar het staat hem hartstikke goed. Ja. En er zijn hier zelfs meer mannen met baarden. Volgens mij maakt hij school.
Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er vorig jaar natuurlijk al een beetje de toon was gevallen dat een baard is weer in. Nou, dat is weer van deze tijd. En ik vind het helemaal nu leuk met de film dat het in dit weer en met de mist. Dan moet een man gewoon een baard hebben. En die van mij heeft hem over niet op te plakken. Ik ben aangeschoven. Hoi Wilma. Kus. Net over je baard. Ja, ik prik. Hoi. Hey. Man, wat heb jij van... Fantastisch film gemaakt. Ja, ik zag je zitten in de zaal, je hebt hem gezien. Ik ben heel blij dat je hem mooi vond. Ja. Echt geweldig helder epos. Hoe voelt het hier om nu, je hebt een brede loper neergelegd, ja. Je hebt de Oscars een beetje gemaakt. Ja, ik wil het een beetje anders doen en het idee om het zo te doen komt eigenlijk vandaan. Dus volgens mij werkt het. En Wilma, voor mij persoonlijk, ik heb natuurlijk maanden in een soort tunnel gezeten. Weet je? Dat je zo met die film bezig bent en dan... Op deze manier, de wereld in het is een onwijs gaaf gevoel. Dus iedereen zei vandaag ook van ja, je moet er wel van genieten en zo. Maar ik geloof wel dat ik dat doe. Ik ben gewoon trots op wat er nu gebeurt. En ik ben benieuwd straks hoe de cast die voor de eerste keer de film gaat kijken, ja, hoe zij de film ervaren. We hebben net al even een borrel gedronken en het was mooi om iedereen weer te zien. Dus prins Willem-Alexander komt nog, prinses Maxima. Dus het is een grote avond, Wilma, een grote avond. Kan deze film zo naar Hollywood? Nou, nee. Het leuke van hiervan is dat het gewoon een echt een Nederlands verhaal is. Weet je wel? Het is ook uit een geschiedenis, uit onze tijd. Wat Holland, de Gouden Eeuw kwam vlak daarna. Wat Holland heeft gevormd tot wat het nu is. En ik wilde de film echt voor Nederland maken. En het leuke van films is dat je nooit kan voorspellen wat er gaat gebeuren. En wie weet... gebeurt er van alles, maar wie weet ook niet. En hebben de mensen er in Nederland plezier van. Dus ik laat het een beetje over me heen komen. Die geweldige hoofdrolspeler van jou. Ja, mooi, hè? Waanzinnig interview met hem gedaan. Ja. Waar had je die gevonden? Ja, hij is zo goed. En ik vond het zo moeilijk om iemand te vinden van begin 20 die zo'n zware film op zijn nek kon nemen. Want dat is nogal wat. En volgens mij zijn er niet heel veel acteurs in Nederland van die leeftijd die dat talent hebben. Ik ben er gewoon dankbaar voor dat hij gekozen heeft om dit avontuur met mij aan te gaan. Dus heel trots op jou. Weet je wat hij het mooiste moment vond? Het moment dat je sorry tegen hem zei. Toen hij tegen jou was aan schelden en jij tegen hem. Ja. Toen hij uit de mast moest vallen en dat niet durfde. Ja. En toen zei hij, toen wist ik, Reinhard is een geweldige regisseur. Ja, we hebben wel meegemaakt met elkaar. Maar altijd met veel respect en altijd... met wederzijds respect. En dan mag je ook ver gaan en dan mag je ook even elkaar aanpakken. En dat is, als het voor de film goed is, dan maakt dat niet zoveel uit. En als het koud moet zijn, is het echt koud, want bibberen kan je niet acteren, hoorde ik. Mooi. Dirk zei ook van, ik hoef alleen maar mijn tekst te zeggen, want de rest ging toch vanzelf. Dus hij zat zo te bibberen. Dus dat heeft ons wel geholpen, ja. Ik ben blij op dat we die locaties hebben gevonden en gezocht. Dat het echt is en authentiek. Nederland, we gaan hem zien. Nova Zembla, ga lekker naar binnen. Dankjewel. Hey, daar zijn we. Die jongens. Dit keer niet groen. Nee, dit keer gewoon. Nee, ik had verwacht baarden. Ik dacht baarden. Dat... Ja. Wat is de grootste ontbering die een mens kan doorstaan? Is dat kou? Is dat hitte? Wat is nou echt vervelend? Ja, ik vind kou echt vreselijk. Ja. Ja. Ik denk dorst. Dorst? Dat is de ergste ontbering, lijkt me. Maar sinds gisteren hebben wij geen dorst meer. Nee, echt niet. Voorlopig niet. Komende dagen niet. Sorry, op Wilma. Wat hebben jullie gedaan? Nee, er staat nog net geen vat 69 op mijn rug. Dat is echt vreselijk. L.A. Boys. Ja. Hey, jongens. Hey. De hoofdrolspeler. Fantastisch. Ja. Neem me niet kwalijk, ik ga even. Ik ga even met de hoofdrolspelers praten. Hey. En dit is dan Laura. In haar prachtige jurk. Laura, heb je hem erg gemist? Ja, ik heb hem heel erg gemist. Ja, op het moment dat hij het vliegtuig inging, toen stond ik al huilend op Schiphol. En het is niet heel veel minder geworden, maar hij heeft het heel goed gedaan. Jullie hebben heel veel geskyped volgens mij. Ja, heel veel. Ja, het was echt een uitkomst. Echt vanaf dag 1 hebben we heel veel geskyped. En dat was wel echt heel leuk, want dan krijg je toch ook een klein beetje mee van hoe het er daar uitziet. En was heel veel, Heftig. Heftig. Robert, wat was nou de mooiste ervaring voor jou tijdens het opnemen van deze film? Nou, de mooiste ervaring, er zit een shot in de film.
En dan komen wij boven de bergtoppen uit en dan zien wij voor het eerst weer de zon na al die maanden. En dan besluit ik om de groep op sleeptouw te nemen en naar huis. Maar toen wij dan op die berg stonden te draaien met Reinhout, dat zag er zo fantastisch mooi uit. Toen dacht ik echt van jongen, wat mag jij gelukkig zijn dat je dit meemaakt. Dat is fantastisch. Zou je nu weer ja zeggen met de wetenschap van wat je nu allemaal weet dat je hebt meegemaakt tegen zo'n film? Absoluut. Ik zou dit voor geen goud willen missen. En zeker ook met Reinhout. Als Reinhout me weer beeldt, dan ben ik meteen in. Ja. Het is wel een straffe regisseur, want ik heb hem zien gillen en tieren. En... Praat me er niet van, hou op. Nee, nou ja, ik... Natuurlijk, en dat was ook heel erg nodig voor de film. En ik... Jij kan er ook wat van, begreep ik van Reinhout. Ik kan er ook wat van. Ik heb ook... Het is nog niet normaal, deze herrie allemaal, maar... Op een gegeven moment, we moesten een scène draaien dat ik boven in het kraai... Oh, er loopt iemand erbij. Kan gewoon. Kan gewoon, Teun Kuilboer, uit goede tijden, slechte tijden. Je kent hem wel. Robert de Haal van Sorryson, je kent hem wel. Jij bent Vos, hè, Teun? Sorry? Jij bent Vos. Jazeker, ja. En jullie zijn twee, zeg maar, rivalen. Ja. Jij bent eerst eigenlijk een beetje de baas aan boord, dat dan zoiets. En dan neemt... Gerrit neemt het over. Hoe was jullie ervaring samen, Teun? Hoe was jullie ervaring samen? Want het was volgens mij ook een film... Ik heb vaak met Robert samengewerkt. En we zijn ook hele goede vrienden geworden ondertussen. En dit was zo gaaf, want ik wist dat hij het al een tijdje mocht doen. En ik moest auditie doen toen ik hoorde dat ik het mocht doen. En ik belde hem op, zaten we alle twee juichend aan de telefoon van... Ja, daar gaan we weer. Toen hebben jullie ook de eerste nacht zo gejuicht, nietwaar? Nee, bij de eerste nacht. Nou, we moesten wel lachen, pardon. Want wij keken elkaar aan daar op die berg in IJsland. En toen begonnen we spontaan te lachen. En toen dachten we echt van, waar de fuck zijn we nu weer in beland? Waar slaat dit op? Dit slaat helemaal nergens op. Echt, Reinhout, hoezo? Waarom? Nou hier? Dit kan toch ook gewoon in de studio? Inderdaad, of ze spoelen aan, veranderen het verhaal dat ze in Aruba opeens zitten. Dat ze denken van, hè? Dit is niet Indië, nee, maar ik heb wel echt, dankzij Teun, Teun was ook echt wel belangrijk voor me hoor. Want anders had ik het echt niet getrokken. Als ik niet een maatje daar had gehad, dan hadden jullie nu op mijn begrafenis staan filmen. Nee, dat is ook wel verdedigd. Nee, gaan we lekker naar binnen, gaan we lekker kijken. En Teun, wie heb jij bij jou? Want ik heb net Laura voorgesteld. Die hoort bij hem. Ja, dat weet ik. Deze hoort bij mij. Dat is Ilse. En... Ilse. Ja, Ilse Reinders, mijn liefde al een jaar lang. Nou, dan zou ik zeggen, heel veel plezier en heel erg bedankt dat je even wilde komen bij ons. Dankjewel. Dankjewel. Dat was Teun Kuilboer en de Robert Hoop. En hier hebben we de man van de baarden. Ja. Heb jij allemaal gedaan, hè? Nou ja, wel gezegd dat het heel leuk staat. En hij heeft hem nog. Want normaliter scheert hij hem af, hè, als een soort good luck. Maar hij heeft hem nog. Hij gaat hem ook houden. En ik heb ook Arie Boon zo met een baard gezien. Ja, een baard is een beetje een dingetje, hè, nu voor het najaar, voor de winter. Nou, dit is een beetje gruis, hè, noemen we dat. Dat er iets op zit. Dat staat altijd leuker dan zo'n hele kaal geschoren kop. Althans bij mij, vind ik. Ja. Kan jij een beetje tegen de kou? Ik heb een soort olifantenhuid, dus ik ben wel wat gewend. Dus ik kan op zich tegen de kou. Maar je bedoelt met wat we in de film gaan zien. Nou, ik denk dat dat extreem en bar is. Dus ik weet het niet. Ik vind wel dat het klopt met de avond waarin we nu staan. Want het is hier heel koud, terwijl we onder een tent staan. Dus het geeft wel gelijk de sfeer weer van de film. Had je ja gezegd als Reinhout had gezegd, kom even mee naar IJsland. Kan je misschien even de make-up een beetje helpen doen? Ja, dan had ik ja gezegd om een aantal redenen. Niet zozeer dat ik vind dat ik de aangewezen persoon ben om daar dan de make-up voor te gaan doen. Want ik hou van een andere stijl. Dan wel dat het geweldig is om op locatie, en zeker IJsland, ken ik een klein beetje, om daar je vak uit te mogen oefenen. En als je hem daar gewoon gezellig met een borreltje over hoorde praten, s'avonds thuis. Dan was hij zo enthousiast dat ik dacht, ik ga morgen met je mee. Ja, zeker. Ja. Wat is de grootste ontbering die jij je kunt voorstellen? Is dat kou, warmte of dorst? Jeetje, wat een vraag. Nou, dorst lijkt me dan, hè? Dorst lijkt me, ja. Dat zullen jullie vanavond niet krijgen, denk ik. Ik vrees dat er heel veel champagne is. Beetje koud, maar ja. Dat is het. Gaan we lekker vieren. Ik heb meelijden met jou, gewoon nee, blote goed. Armen. Gaat goed. Gaat goed? Ik ben net Willem Berend, Barend. Barend, oké. Okay. Heel veel plezier. Dankjewel. Daar gaan ze. Even kijken op de rode loper. En daar zijn de LA The Voices. Die waren de vorige keer helemaal groen in verband met de Wicked. En nu zijn ze op de rode loper en ze hebben nog geen baard. Hoewel dat wel hier vanavond het voorschrift schijnt te zijn.
mooie avondjurken. En natuurlijk Ellie de Vos die er een gezellige bende van maken. Kijk, en daar zijn Floris en Emmé. Koninklijke bloeden. Want die zijn hier ook vanavond goed vertegenwoordigd. We hebben Maurits en Marilène, Emmé en Floris. En ook Willem-Alexander en Maxima gaan straks arriveren. Daar is Doutze nog, die zal het wel koud krijgen met haar blote décolleté. Maar ze mag nu naar binnen hollen. Kijk wat een jurk, dames en heren. Ik bedoel, ruches. Sunnery. Daar is ze. Daar komt Victor heen hier. Victor. Kan ik nog? Ja. Een epos over de ontberingen die Nederlanders hebben doorstaan op Nova Zembla. Dit keer op IJsland, want die acteurs hebben ook wat meegemaakt. Maar hoe belangrijk is zo'n film voor Nederland? Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ik denk dat het heel goed is om het cultuurhistorisch erfgoed goed te bewaren. Maar ik weet ook totaal nog niet wat we echt gaan verwachten. Dus wat we kunnen verwachten. Dus ik kan denk ik deze vraag beter beantwoorden na de film. Het lijkt mij goed voor de Nederlandse inborst. Want het is wel de ontdekkingslust en doorzettingsvermogen wat we als land misschien wel een beetje nodig hebben. Dat ga je zien vanavond. Ik begrijp dat u de film al hebt gezien. Ik heb hem gezien. Afgelopen vrijdag. Ik was zeer onder indruk. Ja. Gaat u ook zijn. Het is de eerste Nederlandse 3D-film. Hebt u ooit wel eens een 3D-film gezien? Ja, maar die was, dat was wat meer Disney-gehalte. Dat is in dit geval heel wat anders. Ik wens u een hele plezierige avond. Dank u wel. Dank u wel. En daar is Jacob van Heemskerk. Echt, wat een geweldige film heb ik gezien. En wat was je anders als in een politie-serie? Echt een echte kapitein. Ik heb nog niks gezien. Ik ben blij dat jij het al zo vindt. Maar dat scheelt alsnog op mijn borrel natuurlijk. Ik ben, een beetje zenuwachtig en ik moet me afwachten hoe het geworden is. Hoe koud was het? Nou, kouder dan hier. Het was echt behoorlijk fris, maar dat was ook de bedoeling, hè? Dus iedereen heeft het wel steeds over die kou, maar we hebben het opgezocht. Dus dat was echt de bedoeling. En dat, ik vind dat dat heel erg helpt om te gaan begrijpen wat de ontbering is geweest van die mannen die daar 400 jaar geleden hebben gezeten. En het echt nog, en het nog wel iets kouder hadden dan wij, hoor. Het was daar wel min 40 geloof ik. En dat hebben we echt niet meegemaakt. Wat was de moeilijkste scène om op te nemen voor jou? Jongen, ja, in principe elke scène heeft zijn eigen is zijn last, maar de moeilijkste. Ik weet niet eens of die nog in de film zit, bij wijze van spreken. Zeg het eens. Ja, vind je de moeilijkste. Misschien is het eigenlijk altijd wel de eerste scène die je moet opnemen, de moeilijkste. Omdat je dan even moet ontdekken hoe je het met elkaar gaat doen en hoe de nieuwe techniek van 3D is. En hoe je met je regisseur overweg moet en wie je tegenspelers zijn. Dus dat vond ik wel even. Je moet even altijd even een beetje wennen aan het water, zeg maar. Maar dat ging heel snel en daarna was het zwaar, maar heel erg leuk. Ik geloof dat jij een van de acteurs bent die het wel oké vond dat het zo koud was. Hè? Want dan kon je echt helemaal verplaatsen in je rol. Ik vind dit soort avonturen heel erg fijn. Ik hou van de ruigheid van dit soort mannen. Dat kan ik me wel in verplaatsen. Tenminste, kan je van mijn best doen ervoor. En we krijgen heel veel cadeau door de Arterwegs, want alles ziet er zo mooi uit. Je komt in een schip, je komt in een behoudenhuis. Je gaat die gletsjers op. Het is allemaal zo. Het is er allemaal. Je hoeft heel weinig verbeelding te gebruiken om de ontberingen en de situatie voor je te zien. Ik vind het een machtige film. En ik ga nieuwsgierig nou. Ja, gaan we gauw kijken. Dankjewel, Victor. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dit was de rode loper van Nova Zembla. Mensen gaan allemaal naar binnen.
We kijken nog heel even of we een glimp kunnen opvangen van Maxima en Willem-Alexander, want die komen er ook zo aan. Maar ik sluit het pratende gedeelte af. Ik zeg heel veel plezier en dit is echt een film die wilt u gaan zien. Nova Zembla van Reinhard Oerlemans.